thuisklassiekers, oer-Hollandse gerechten of ver-Hollandse gerechten. Dat is wat ik de komende tijd aan jullie ga laten zien. We gaan beginnen met zo'n prachtige klassieker, de boerenomelet. Wie kent hem niet? Ik heb hier prei en ondertussen al wat courgette en wortel gesneden in grove stukken. Dat mag voor mij best herkenbaar zijn allemaal. Het mooie van de boerenomelet is dat je er eigenlijk van alles in kwijt kunt. Dus ook gewoon klietjes, restjes die je over hebt. Nou, ik werk vandaag met een gekookt aardappeltje nog over. Paddenstoeltje. En wat spekjes. Laat ik het gek doen. Spersieboontjes. Denk je omelet? Dan denk je natuurlijk lekker aan verse eitjes. Scheutje room. En dan gaan we weer, mijn beste vrienden, peper en zout. Ik doe er niet al te veel zout in, vanwege die spekjes die ik zo ga bakken. Je roert dat eitje lekker los. Pan op vuur, klont roomboter, spekjes, mogen er gelijk bij. Gaan we lekker uitbakken. Daar gaan de groenten. Ja, ik heb dit vast wel eens vaker gezegd. Maar als ik sta te koken, en zeker een boerenomelet, dan moet ik altijd denken aan die zondagochtend in de 70, 80 jaren. Dat mijn moeder dat nog voor me maakte. Heerlijk, die geur die dan 's ochtends uit de keuken kwam. Tijd voor wat kruiden. Beetje selderij. Nou, selderij heeft wel zo'n lekkere, fijne, echte boerensmaak, vind ik altijd. Zo'n mooie, ja, grondsmaak eigenlijk. Mag het eitje erop. Met room. En dan raspen we er nog een beetje kaas over. Ik heb belegen kaas. En dan gaat het er natuurlijk om het mooi gelijkmatig warm te maken. En niet te laten verbranden aan de onderkant. Dus ik creëer even een oven in de pan. Gewoon een wok. Kijk, daar is hij. Het eitje is nog mooi baffeus. Hij loopt nog een klein beetje. Dat vind ik altijd lekker in een omelet. Je moet niet helemaal botergaar zijn, maar gewoon mooi zacht. Nou, die gaan we snijden. En dan kunnen we gaan proeven. Nou, laat hier nou toevallig mijn broer gewoon in de supermarkt staan. Niet te geloven. Broer, mag ik jou een stukje boerenomelet geven? Om te proeven? Boer of broer? Boerenomelet. Ja, nee, zal ik je een stukje geven? Als je dat netjes in mijn mond kent. Oh god, dat ga ik proberen. Wacht, ik wil graag je mening. Daar gaan we. Ups. Wat ik heb gedaan is een simpel omeletje maken om de mensen thuis te laten zien van hoe snel en hoe makkelijk en hoe lekker is het om. Wel, lekker toch? Ja, het is tegen een hoofdvlieger, maar het is gewoon een lekker hapje toch? Maar voor de snelle hap tussen. Word er vrolijk van, zo in de ochtend. Van mijn moeder geleerd. Van onze moeder geleerd. Ja. Dankjewel. Die komt ook.